dat je kijkt naar deze eerste aflevering van Hack or Wack. Ik heb het maar even Hack or Wack genoemd, omdat ik er nog niet echt een andere naam voor heb kunnen verzinnen. Weet jij nou een leuke naam ervoor, dan hoor ik hem natuurlijk ook heel erg graag. Voor nu dus even Hack or Wack aflevering 1. 3 hacks, life hacks die ik ga testen voor jullie in deze aflevering. En ga kijken, werken ze nou of werken ze helemaal niet? Ik ga testen in deze aflevering of je schoenen met een witte zool weer wit kunt maken met tandpasta. Of dat werkt. Of je nagellak makkelijker kunt aanbrengen wanneer het een kwartier in de vriezer is geweest. En als laatst ga ik nog testen of het werkt om koffiebonen ergens in een glaasje te doen. En daarbovenop een kaarsje, een vanillekaars te zetten. Zodat je een lekkere vanille koffie aroma geur in je woonkamer krijgt. Die 3 hacks ga ik in deze video uittesten. Ben je benieuwd of ze werken of niet werken? Blijf dan vooral kijken. Allemaal denk ik wel in onze kast een paar schoenen met een witte zool. En wat krijg je met de witte zool? Ze worden gewoon ontzettend snel vies. Er gaat zand op zitten, grond op zitten, regen, noem het allemaal maar op wat erop komt. En daardoor worden ze dus ontzettend vies en staat het gewoon niet zo mooi meer. De lifehack die ik dus tegenkwam op internet, op Pinterest, overal eigenlijk, is dat je het weer wit kunt maken met tandpasta. In eerste instantie dacht ik, moet het dan tandpasta zijn die je tanden ook witter maakt? Dat schijnt niet te hoeven. Gewoon tandpasta erop smeren, tandenborstel en dan tandpasta erop over je zool heen en het schijnt te werken. Ik heb het voor je uitgeprobeerd, ik heb het voor je getest. Zoals je ook in deze shot ziet, ik heb dus gewoon tandpasta aangebracht op een tandenborstel, een beetje nat gemaakt en vervolgens ben ik over de witte zool heen gegaan. De zolen waren echt onwijs vies. Ik gebruik deze schoenen altijd om te werken in de horeca. En dan wordt het gewoon nog wel eens vies met eten wat erop komt. Ja, er komt eigenlijk van alles op. Daarnaast draag ik ze ook best wel vaak buitenshuis gewoon. Dus gewoon in de doordeweekse dagen. En dan worden ze dus ook vies. En het werkt, moet ik eerlijk bekennen. Zoals je ziet, het wordt gewoon weer werkelijk waar wit. Ik heb het ook echt getest door gewoon alleen met een natte washand eroverheen te gaan. Om te kijken van, heeft het echt verschil tussen of je nou tandpasta eroverheen aanbrengt. Of gewoon met een natte washand. Het probeert weg te boenen. En dat heeft echt wel daadwerkelijk verschil. Met een natte washand krijg je gewoon niet alles mooi eraf. En met name in de groeven van de zool blijft gewoon nog heel veel vuil zitten. En dat krijg je wel heel erg mooi weg met tandpasta eigenlijk. Dus deze lifehack vind ik zeker geslaagd. En is dus echt een hack en geen wack. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met nagellak. Het scheen veel makkelijker aan te brengen te zijn wanneer je nagellak een kwartiertje in de vriezer doet. En het vervolgens aanbrengt op je nagels. Ook dit heb ik dus getest. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik merk niet zozeer dat het makkelijker gaat. Dat het gewoon makkelijker aan te brengen is. Ik merk in de substantie niet echt een verschil. Misschien is dat per nagellak verschillend. Maar ik merk gewoon bij deze nagellak van Essence dat die gewoon eigenlijk normaal ook al prima aanbrengt. Hij is misschien als die in de vriezer is geweest gewoon net wat dunner nog. En daardoor zou die misschien wat makkelijker aan te brengen zijn. Maar ik merk eigenlijk niet heel veel verschil. Ik heb de timer ook gezet zoals je kunt zien. En ik heb hem dus echt 15 minuten in de vriezer gehouden. Maar uiteindelijk qua eindresultaat merk ik niet heel veel verschil. Misschien het enige wat ik gemerkt heb is dat nagellak die in de vriezer is geweest en die je dan aanbrengt, net wat sneller opdroogt dan nagellak die je gewoon aanbrengt. Wellicht komt dat omdat het temperatuurverschil dan dus gewoon groter is en de nagellak eigenlijk sneller opdroogt. Maar niet heel veel sneller en hij wordt ook niet heel... Hij droogt dan ook niet goed snel op, zeg maar, om het zomaar te zeggen. Ik heb nu alweer op de vinger waar ik dus nagellak had aangebracht die uit de vriezer komt, heb ik alweer een stukje dat eraf is. Dus of het uiteindelijk beter werkt, ik heb zo mijn mening daarover. Ik vind het eigenlijk meer een wack. En de laatste lifehack die ik tegenkwam was de lifehack met koffiebonen. Je doet koffiebonen in een potje, in een glazen pot of in een andere pot. Ik heb deze gekocht bij de Action. Heel erg mooi marmer. In ieder geval, je doet dus koffiebonen in een potje en vervolgens duw je daar een vanillekaarsje in. En dit zou dan zorgen voor een mega lekkere aromatische geur. Je zou dan echt de koffie-vanillesmaak door je huis heen ruiken. Zoals je al denkt, denk je oh, aan een heerlijke, lekkere, warme geur. Dat je de koffie ook echt ruikt.
Nou, helaas moet ik je melden, het is echt een whack, vind ik. Ik ruik echt alleen maar de vanillekaars. Ik ruik totaal niet de koffiebonen. Ik heb ook gevoeld, de koffiebonen worden wel iets warm, maar niet heel erg. En alleen als je er echt met je neus bovenop zit, dan ruik je die geur heel sterk. Maar anders ruik je het totaal niet door de kamer heen. Dit kan ook misschien weer per koffiebonen verschillend zijn, al denk ik ergens van niet. Eigenlijk zou het niet uit moeten maken. Koffiebonen zijn koffiebonen. En misschien, ja, natuurlijk heeft de ene koffieboon een sterkere smaak dan de andere koffieboon. Maar qua geurafscheiding zou dit eigenlijk niet heel veel moeten uitmaken. Ja, echt alleen als ik met mijn neus dus erin zit, dan ruik ik het heel erg goed. En dan zeg ik, ja, lekkere warme geur. Ook echt een beetje die vanille koffiegeur. Maar anders ruik je echt alleen maar de vanillegeur, wat echt wel jammer is. Maar anderzijds, het staat natuurlijk wel weer super leuk om dit gewoon in je huiskamer te zetten. En het oogt alleen al best wel warm. Dus de lifehack op zich vind ik een whack, maar het idee vind ik echt wel een hack. En dat waren de lifehacks voor deze keer die ik heb uitgetest. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik wil je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je natuurlijk heel erg graag weer terug volgende week bij een nieuwe hack or whack. Doeg!